Koen van Els, voorzitter van Stichting Melanoom, zal de opening verzorgen. Vervolgens hebben we dokter Suikerbuik over updates ASCO 2021 stadium 3 en 4 melanoom. Dr. Anders Kolderhof over nazorg bij adjuvante behandeling. En na alle twee presentaties, zal Koen van Els de vragen van jullie deelnemers die in de chat zijn gesteld, bespreken, voorleggen aan de beide sprekers. Dus hou de chat in de gaten, schrijf je vragen in de chat en dat kan al gedurende de presentatie van de gastsprekers. Nu is het nu tijd om Koen van Els het woord te geven. Koen, zet je camera aan en je microfoon natuurlijk. Daar ben je. Kom, ja, dankjewel. Gaan. Dankjewel, Karin. Ik ga even mijn beeldscherm delen. Nou, hartelijk welkom iedereen bij dit webinar. Mijn naam is Koen van Elst. Ik ben bestuursvoorzitter van Stichting Melanoom. Ik wil heel kort deze organisatie introduceren voor diegenen die daar nog niet bekend mee zijn. Nou, wij zijn dus een organisatie die zich focust op mensen met melanoom en oogmelanoom. Dus wij voorzien daarin onder andere in informatie. Meer zo dadelijk. Onze missie is meer genezing, minder melanoom. Als organisatie is ons gemiddeld profiel is dat wij nagenoeg allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Dus dat is aan de ene kant natuurlijk wel prettig. We hebben ongeveer 800 donateurs die ons in staat stellen. Onder andere zij stellen ons in staat om op dit soort activiteiten te organiseren. Dus dat is heel mooi. Over ons bereik. Wij hebben een bereik behoorlijk breed op social media. Onder andere Facebook hebben we ongeveer 10.000 volgers. En ook op diverse andere kanalen. Dus de kans is groot dat jullie ons al eens eerder zijn tegengekomen. Onze organisatie die bestaat dus nogmaals grotendeels, of eigenlijk volledig uit vrijwilligers. Daarnaast hebben we een raad van advies, het bestuur uiteraard. En we hebben een ondersteunende back-office die al onze administratieve processen uitvoert. Daarnaast zijn wij bekend of zijn wij georganiseerd rondom drie belangrijke pijlers. Eén, dat is belangenbehartiging. Ik ga niet alle zaken tot in detail hier bespreken. Maar jullie kunnen dat hier op beeld in ieder geval zien. Daarnaast informatievoorziening -preventie is waar wij ons voor inzetten. En als derde lotgenotencontact. Nou, dat laatste is natuurlijk de laatste anderhalf jaar lastig geweest vanwege de coronapandemie. Maar we hebben geprobeerd om toch iets daarin te betekenen wat lijkt een klein beetje op de Melanoom Infodag door middel van deze webinars. We kunnen elkaar niet ontmoeten, niet live althans, maar dat zal ongetwijfeld snel veranderen. Ja, dat was mijn korte introductie. Ik wil jullie allemaal veel plezier wensen. Dankjewel, Koen. Dan is het nu tijd om snel door te gaan met de presentatie van dokter Suikerbuik. Zij is internist-oncoloog. Zet uw camera aan, microfoon, daar bent u. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunnen jullie me goed horen zo? Zeker, zeker. Prima. Gaat u gaan. Okay. Dank u wel. Goedemorgen allemaal. Het is mijn eer dat ik jullie wat kan vertellen over ons ESCO-congres. ESCO is eigenlijk het Amerikaanse oncologiecongres wat elk jaar is en wat eigenlijk het belangrijkste congres voor medisch oncologen is. Dat is normaal altijd in Chicago, maar de afgelopen twee jaar uiteraard al niet meer. Ik denk dat dat jammer is, los van Chicago, maar met name omdat wij toch met z'n allen dan alle nieuwe gegevens te horen krijgen en dan ook meteen met elkaar kunnen discussiëren over wat betekent dat nou en wat betekent dat nou voor patiënten, hoe kunnen we nou deze nieuwe dingen die we leren inzetten. En als je het doet zoals aan de rechterkant, zoals we het de afgelopen twee jaar gedaan hebben, mis je dat toch een beetje. Dus ik hoop dat dat in de toekomst anders is. Er is ontzettend veel te vertellen. ESCO duurt 4 dagen. Als ik alles zou willen vertellen wat er over melanoom te vertellen was, dan kan ik een dag vullen. Dus dat doe ik niet. Ik heb er een aantal dingen uitgelicht waarvan ik denk dat ze interessant zijn. Het eerste waar ik iets over wil vertellen gaat over niet-operabel of uitgezaaid melanoom, vaak stadium 4. Je ziet daar hier een voorbeeld van, bijvoorbeeld een melanoom wat op het been heeft gezeten en wat is uitgezaaid naar bijvoorbeeld de lever of de longen of de botten. En op dat moment eigenlijk niet meer met een operatie helemaal weggehaald kan worden. Wat we al weten of wisten is dat we eigenlijk twee soorten behandelingen hebben die daartegen kunnen werken. De ene is immuuntherapie aan de linkerkant, dat zijn infusen.
de PDE1-remmers of CTLA4-remmers zijn. Daar ga ik zo nog iets meer over vertellen. En die kunnen alleen of samen gegeven worden. Aan de rechterkant zie je de pillen, de behandeling met pillen. Dat zijn BRAF-MEK-remmers. Die hebben effect als er een BRAF-mutatie in het melanoom is, wat onderzocht kan worden door de patholoog. En van allebei deze twee soorten behandelingen is aangetoond dat ze bij een deel van de mensen uitzaaiingen terug kunnen dringen en ook kunnen zorgen dat mensen langer leven. Nou, als je dan even op die PD-1-remmers, dus die immuuntherapie, inzoomt. Voorbeelden van PD-1-remmers zijn nivolumab en pembrolizumab. Dat zegt sommigen van jullie misschien wel wat. Als je dan aan de linkerkant kijkt, en ik weet niet of mijn pijl te zien is. Dan zie je hier een T-cel. Een T-cel is een belangrijke cel van het immuunsysteem. En hier zie je de melanoomcel. En wat je eigenlijk ziet is dat die immuuncel, die melanoomcel, best goed kan herkennen en eigenlijk best op zou kunnen ruimen. Maar dat die melanoomcel die immuuncel, dus die T-cel, blokkeert. Waardoor die eigenlijk op slot komt te zitten en niks meer kan doen. Als we dan die PD-1-remmers geven, zoals je dat hier aan deze kant ziet, dan zorg je eigenlijk dat die melanoomcel, dus die tumorcel, het immuunsysteem niet meer kan blokkeren en kan het immuunsysteem het melanoom weer op gaan ruimen. En dat is eigenlijk hoe immuuntherapie heel kort gezegd werkt. Nou, hier zie je dat opnieuw aan de rechterkant, die PD-1-remmer. Die ik net uitlegde. En aan de linkerkant zie je een CTLA4-remmer. Ipilimumab is daar een voorbeeld van. En ook die haalt eigenlijk de rem van het afweersysteem of het immuunsysteem af. Net op een andere plek in het afweersysteem. Maar zorgt daardoor ook weer dat de cellen van het afweersysteem melanoom op kunnen ruimen. En die CTLA4-remmer en die PD-1-remmer die kun je apart van elkaar geven, maar ook samen. En het eerste onderzoek wat ik jullie wil laten zien, wat ze op ESCO hebben gepresenteerd, gaat over deze behandelingen. En wat we gezien hebben is hoe het met mensen ging die 6,5 jaar geleden in een onderzoek met die behandelingen behandeld zijn. En dat onderzoek werd gelood tussen die drie behandelingen. Dus de onderste lijn is die ipilimumab, die CTLA4-remmer. Die groene lijn is de PD-1-remmer, nivolumab. En de rode lijn is de groep mensen die ze allebei kregen. En in al die groepen zaten ongeveer 300 mensen. En die zijn dus in de tijd gevolgd. En die zijn maximaal 2 jaar met die nivolumab of nivolumab en ipilimumab behandeld. Nou, wat we eerder al zagen is dat er een duidelijk verschil is. Als je kijkt hoeveel mensen er in dit geval na 5 jaar, dus na 60 maanden, nog in leven zijn. Dan zag je dat de mensen die met die ipilimumab gestart waren, dat het daar veel minder goed mee ging dan de mensen die nivolumab hadden gekregen. Of de combinatie, de mensen die gestart waren met die combinatie van die twee immuuntherapieën. Daar ging het beste mee na 5 jaar. En wat we nu zagen, en dat is denk ik wel belangrijk, is dat 1,5 jaar later, dus 6,5 jaar na het begin van de behandeling, dat bijna alle mensen die na 5 jaar nog in leven waren, dat ook na 6,5 jaar nog zijn. En dus je ziet dat in die 1,5 jaar eigenlijk maar 1 of 2% van de mensen nog is overleden. Waarbij er ook mensen bij zitten die niet aan melanoom, maar aan iets anders zijn overleden. Dus wat je hier eigenlijk goed aan kunt zien, is dat hoe langer het goed gaat, hè, als je immuuntherapie hebt gekregen voor uitzaaiing, hoe groter de kans dat het goed blijft gaan. En wat je hier ook uitziet is dat die combinatie van die twee medicijnen samen, die twee immuuntherapieën samen, toch echt wel beter blijft dan een van de twee middelen alleen. He, dus die ipilimumab en nivolumab combinatie waar ik het net over had, dat rode lijntje wat jullie net zagen, is voor veel mensen een goede behandeling. Maar wat je ook zag is dat het niet voor iedereen werkt. En wat een groot nadeel van die combinatie immuuntherapie is, dus van die twee middelen samen, dat meer dan de helft van de mensen ernstige bijwerkingen krijgt. En die bijwerkingen kunnen eigenlijk van alles zijn. Mensen van jullie die ooit misschien met immuuntherapie behandeld zijn, weten dat denk ik wel. Dat we vertellen, we kunnen eigenlijk niet precies zeggen als je een bijwerking krijgt waar je dan last van krijgt. Want het kan eigenlijk in elk orgaan van je lichaam, zou er wel iets kunnen gebeuren. Dus wat we veel zien is bijvoorbeeld huiduitslag. Maar in zeldzame gevallen kunnen mensen bijvoorbeeld ook een longontsteking krijgen of een darmontsteking. Dus daar kunnen echt wel vervelende bijwerkingen bij zitten. Gelukkig hebben we in Nederland, worden deze behandelingen maar in een aantal ziekenhuizen gegeven die daar echt in gespecialiseerd zijn. Dus dat maakt dat we die bijwerkingen goed op kunnen vangen. Maar mensen kunnen daar toch ook wel beroerd van zijn. En bij een deel van de mensen gaan die bijwerkingen toch ook niet weg.
Dus alles bij elkaar, hè, denk ik dat als je het vergelijkt met 6,5 jaar geleden, bij het begin van dit onderzoek, dat we gelukkig echt betere behandelingsmogelijkheden hebben, maar dat het toch echt wel belangrijk is dat we verder zoeken naar nieuwe behandelingen die misschien wel net zo goed of beter werken en minder bijwerkingen hebben. Linksboven zie je weer die PD-1-remming, die ik in die eerdere plaatjes ook al liet zien. Dus hier zie je weer die immuuncel en de melanoomcel. En dat je eigenlijk zorgt met die PD-1-remmer dat die immuuncel, dus die gele cel, dat is een T-cel, dat die hard kan gaan werken om melanoomcellen op te ruimen in het lichaam. Wat we weten is, als je zo het immuunsysteem aanzwengelt, zoals wij doen met de immuuntherapie, dat die cellen, bijvoorbeeld die T-cellen, op een gegeven moment uitgeput kunnen raken. En een van de kenmerken van een uitgeputte T-cel is LAG-3, wat je hier rechtsonder in het plaatje ziet. Wat eigenlijk een soort signaal is, wat die immuuncel geeft van, hé, ik ben wel bezig, maar ik raak uitgeput, ik kan niet meer. En die LAG-3, daar is nu een medicijn tegen ontwikkeld. En je kan je voorstellen dat als je tegen die uitputting van die cel wat kan doen, dus je zet hem eerst aan door PD-1-remming en je geeft daarna iets waardoor die niet uitgeput raakt, dat het dan beter zou kunnen werken dan die PD-1-remming alleen. En daar hebben we resultaten van gezien op ESCO. Die studie heette Relativity. En in die studie, dus in dat onderzoek, werden 700 mensen behandeld die uitgezaaid of niet operabel melanoom hadden, die in een goede conditie waren. En die werden één op één gelood tussen nivolumab, dus die PD-1-remmer die je in het vorige plaatje linksboven zag, alleen. En een tweede groep die nivolumab samen kreeg met die LAG-3, die dus eigenlijk de uitputting van die immuuncellen tegengaat. En die mensen werden behandeld zoals we gewend zijn bij nivolumab. Eén keer in de 4 weken gedurende 2 jaar als de behandeling werkte en ze geen bijwerking. En dit waren de eerste resultaten van het onderzoek die ze presenteerden. En wat je hier ziet is hoe het met die mensen die in dat onderzoek gestart waren ging na 1 jaar. En wat je ziet is dat er duidelijk een verschil is. Hier kijken we naar de progressievrije overleving. Dus de vorige grafiek die ik jullie liet zien keek naar hoeveel mensen er nog in leven waren. Maar hier kijk je naar bij hoeveel mensen zijn de melanoomuitzaaiingen niet gegroeid na 1 jaar. En wat je hier ziet is dat die blauwe lijn, dat zijn de mensen die die nieuwe combinatie met die LAG-3 en PD-1-remmer hebben gekregen. Dus het ene medicijn wat het immuunsysteem aanzet en het andere medicijn dat voorkomt dat het immuunsysteem uitgeput raakt. En je ziet dat daar bijna 50% van de mensen nog geen groei van uitzaaiingen had na 1 jaar. Terwijl de groep die alleen die PD-1-remmer kreeg die het immuunsysteem aanzet, dat daar 36% van de mensen zonder groei van uitzaaiingen waren na 1 jaar. En we denken dat dat wel een belangrijk verschil is. Wat als we zo door onze oogharen kijken, hè, want mensen zijn hier nog niet zo lang gevolgd als in het vorige onderzoek wat ik liet zien, maar waarvan we denken dat het misschien wel net zo goed zou kunnen zijn in de toekomst als die combinatie ipilimumab en nivolumab. Nou, als je dan kijkt naar de bijwerkingen weer, hè, die ik net al even noemde, waarvan ik net al zei voor die nivolumab en ipilimumab, zoals je dat aan de rechterkant ziet, krijgt meer dan de helft van de mensen echt zware bijwerkingen. Dan zie je dat voor deze nieuwe combinatie met die uitputtingsremmer, noem ik het dan maar even, 20% van de mensen ernstige bijwerkingen krijgt. Dat is natuurlijk nog steeds niet niks en dat is de mensen die dat krijgen, ja, ook vervelend dat je niet kan voorspellen wie dat krijgt en wie niet. Maar maakt denk ik echt wel een heel groot verschil of 1 op de 5 mensen dat krijgt of meer dan de helft van de mensen. Nou, wat betekent dat dan voor de toekomst? Wij denken dat die LAG-3-remmer echt wel veelbelovend is als je kijkt naar hoe goed die werkt en wat de bijeffecten zijn. Op dit moment is die behandeling in Nederland nog niet beschikbaar. We verwachten dat die in de sluis gaat, dus dat er onderhandeld gaat worden tussen de minister en de farmaceut over de prijs. Wat we nog niet goed weten is hoe goed dit medicijn werkt bij mensen die misschien agressiever melanomen hebben, bijvoorbeeld omdat ze een uitzaaiing in de hersenen hebben,
of een verhoogde LDH, omdat die mensen weinig in dit onderzoek zaten. En wat natuurlijk ook wel belangrijk is en wat we ook nog niet goed genoeg weten, is hoe goed deze behandeling zou kunnen werken bij mensen die al een behandeling gehad hebben. He, dus wat ik kort noemde, de resultaten die ik net liet zien, was van allemaal mensen die nog geen behandeling gehad hadden met immuuntherapie of BRAF-MEK-remmers. En we willen natuurlijk uiteindelijk ook graag weten hoe het voor de mensen werkt die al wel immuuntherapie of BRAF-MEK-remming hebben gekregen. Maar bij wie dat niet werkt of niet meer werkt, of je daar deze behandeling dan ook in zou kunnen zetten. Dus genoeg te doen nog, maar ik denk voor nu wel veel beloofd. Nou, dan stap ik over naar operabel melanoom, meestal stadium 3 melanoom. Daar heb ik ook een voorbeeld hier links van een melanoom in het been, bijvoorbeeld met uitzaaiingen in de lymfeklieren in de lies die helemaal weggehaald kunnen worden. Wat we hier al wisten een aantal jaar is dat als dat zo is en dat is weggehaald, dus zowel het melanoom als de uitzaaiing in de lymfe, dat als je een aanvullende behandeling met weer diezelfde immuuntherapie of BRAF-MEK-remmers geeft, dat de kans kleiner wordt dat het melanoom terugkomt. Ook hier waren er nieuwe resultaten eigenlijk op ESCO. Als je pillen of infusen na of voor zo'n operatie voor stadium 3 melanoom geeft, dan heet dat net anders. Als je de pillen of de infusen na de operatie geeft, dus je haalt eerst alles weg, zowel in de lymfe als het melanoom zelf, en je geeft dan immuuntherapie of BRAF-MEK-remmers, dan noemen we dat adjuvante behandeling, dat zie je boven. Als je eerst de pillen of infusen geeft en daarna pas gaat opereren, dan noemen we dat neo-adjuvante behandeling. En van allebei ga ik kort iets vertellen. Eerst de adjuvante behandeling. Dit is ook een onderzoek wat we eerder al gezien hadden. Dat is de KEYNOTE-54-studie, die ook in Nederland, waar ook in Nederland mensen aan meegedaan hebben, een jaar of 4, 5 geleden. Lex Eggermond is de hoofdonderzoeker en die liet van dit onderzoek nieuwe resultaten zien. In het onderzoek zaten mensen met stadium 3 melanoom, dus een melanoom op de huid met een uitzaaiing in de lymfe die volledig verwijderd waren. En die mensen werden geloot tussen immuuntherapie met pembrolizumab, dat is weer zo'n PD-1-remmer, of placebo, dus eigenlijk water. En zowel de mensen zelf als de onderzoekers wisten en weten eigenlijk nog steeds meestal niet wat iemand gekregen heeft. Nou, wat we eerder al gezien hadden, dit zijn gegevens die al gepubliceerd zijn, is dat er een duidelijk verschil was in de kans dat het melanoom terugkwam. Hier zie je een hele hoop getalletjes, daar moet je misschien niet te veel op letten, maar bijvoorbeeld als je hier kijkt, na 3 jaar zag je dat de groep die water had gekregen, dus dat is de rode lijn, dus placebo, dat daar na 3 jaar bij 44% van de mensen het melanoom nog niet teruggekomen was. Terwijl dat bij de mensen die die immuuntherapie, dus die PD-1-remmer gehad had, meer dan de helft, 64% van de mensen het melanoom niet teruggekregen hadden. Dus een verschil van ongeveer 20% in de kans dat het melanoom terugkomt doordat je een jaar die immuuntherapie geeft. Nou, dat wisten we al. De gegevens die we op ESCO gezien hebben, gingen over de mensen die een jaar immuuntherapie gekregen hadden met pembrolizumab. En die meer dan 6 maanden daarna toch weer groeiende uitzaaiingen hadden. En dat konden uitzaaiingen zijn op dezelfde plek waar ze eerder zaten, maar konden ook uitzaaiingen ergens anders zijn. En die mensen konden opnieuw behandeld worden in het onderzoek met diezelfde pembrolizumab, dus met diezelfde immuuntherapie. Dat waren 20 patiënten, dus niet zo heel erg veel. Maar de resultaten in die groep waren eigenlijk wel teleurstellend. Want je zag dat 90% van die mensen, dus 18 van de 20, eigenlijk geen effect meer van die immuuntherapie hadden in tweede instantie. Dus dat is wel iets wat we mee gaan nemen, denk ik, als hè, toch kort nadat je die immuuntherapie hebt afgerond en terugkomt, dat pembrolizumab misschien niet de beste behandeling is om hem dan opnieuw te geven. Wat ze verder in dit onderzoek lieten zien, was de groep die, ja, we noemen dat crossover had. Dus dat was de groep die in eerste instantie dat placebo water gelood had in dit onderzoek. Maar toen, ja, die mensen kregen allemaal scans tijdens het onderzoek, toch op een bepaald moment ergens uitzaaiingen ontwikkelden. En ook die mensen konden alsnog pembrolizumab krijgen, dus die immuuntherapie. En dat waren 155 mensen bij wie dat gebeurd is.
En wat ze daar zagen is, als die mensen alsnog pembrolizumab kregen en je kon meten wat er gebeurde omdat er een uitzaaiing was waarvan je kon kijken of die groter of kleiner werd, dat bij 40% van de mensen de uitzaaiingen echt kleiner werden door de behandeling. Dat lijkt misschien niet zoveel, dat is een beetje vergelijkbaar met wat we weten van de situatie waarbij het al uitgezaaid is op het moment dat je begint. Dus dat is misschien wat je had kunnen verwachten. Wat misschien wel belangrijker was, was dat Lex Egmond, die dus deze gegevens presenteerde, vertelde dat eigenlijk als je kijkt naar overleving tussen de twee groepen, dus de groep die water placebo had gekregen en de groep die immuuntherapie had gekregen, dat er eigenlijk na 5 jaar nog geen verschil in te zien is. En dat die verwacht dat dat nog wel 5 jaar gaat duren voordat je überhaupt kan vertellen of mensen die in eerste instantie immuuntherapie krijgen nadat alles is weggehaald, wel echt langer leven. Je zou zeggen, ja, als je de kans kleiner maakt dat het terugkomt, dan is het toch logisch dat dat zo is. Maar het lijkt er dus op dat als de ziekte terugkomt en je dan behandelt, je misschien wel net zo'n goede effecten kan hebben als dat je dat preventief gaat doen. In ieder geval denken we dat het verschil kleiner gaat zijn dan de 20% die we nu zien. En dat is wel denk ik iets wat we mee moeten wegen. Hè, als we samen met iemand beslissen of we zo'n adjuvante behandeling met immuuntherapie gaan geven. Nou, wat worden we hier nou wijzer van? Ik denk dat als melanoom toch vrij kort, hè, binnen het jaar na dat iemand die adjuvante behandeling met immuuntherapie heeft afgerond terugkomt, dat je misschien niet dezelfde immuuntherapie als eerste keus weer opnieuw moet geven. Dat verschilt natuurlijk van de situatie, hè, dus dat moet je, dat kun je niet zeggen, dat moet je nooit doen. Maar ik denk dat je wel deze gegevens in het achterhoofd moet houden en moet nadenken of er misschien andere behandelingsmogelijkheden op dat moment zijn. En het andere wat ik net noemde is dat we dus weten dat die adjuvante immuuntherapie, dus dat ja, immuuntherapie, de kans dat het melanoom terugkomt in de jaren daarna wel kleiner maakt, maar dat we nog niet weten of mensen daar ook langer door leven. Nou, dan tot slot nog een stukje over de neo-adjuvante behandeling. Dus dat is behandeling met BRAF-MEK-remmers of immuuntherapie die voor de operatie gegeven wordt bij melanoom dat in de lymfe zit en wel geopereerd kan worden. En ook daar komt weer die LAG-3-remmer die ik net in het begin noemde, die dus eigenlijk de uitputting van immuuncellen tegengaat, om de hoek kijken zou ik haast zeggen. In dit onderzoek uit het MD Anderson werden 30 patiënten die dus een operabel noemen we dat, dus een melanoom in de lymfe wat weggehaald kon worden hadden. En die werden eerst 8 weken met de combinatie van die PD-1-remmer en die LAG-3-remmer behandeld, kregen 2 infusen daarmee. Daarna werden ze geopereerd, waarbij er ook onder de microscoop gekeken werd hoe goed hebben die melanoomcellen nou gereageerd. En daarna kregen ze nog 40 weken die combinatie. Voor degene van jullie die wel eens van de Prado-studie van Christian Blank hebben gehoord, ik zag volgens mij dat hij laatst ook op de webinar verteld heeft. Dit lijkt daar heel erg op, alleen dus met andere medicijnen dan met de combinatie ipilimumab en nivolumab die in de Prado- en de Nadina-studie gegeven wordt. Wat je hier zag is dat 60% van de melanomen die weggehaald werden na 8 weken behandeling, eigenlijk alle cellen kapot waren. Dat noemen we een pathologisch complete respons. Dus door die 8 weken immuuntherapie waren eigenlijk alle cellen al opgeruimd. Daarnaast zag je dat bij 14% nog daarnaast heel veel cellen al dood waren gegaan. Heel veel van de melanoomcellen, dus dat de behandeling gedeeltelijk gewerkt had. Nou, dat is een hele kleine groep natuurlijk, 30 mensen. Maar ik denk dat ook in deze toepassing, hè, dus het voor de operatie geven van deze behandeling, dat ook veelbelovend zou kunnen zijn. En ik verwacht dat we dit in grotere groepen mensen, waarbij er ook geloot gaat worden, dus zo'n fase 3 studie zoals ik net liet zien, terug gaan zien. En dan daaraan kunnen gaan zien wat de beste behandeling is om in deze situatie te geven. Nou, dan wat ik jullie heb geprobeerd te vertellen is dat de LAG-3-remmer relatlimab een veelbelovende nieuwe vorm van immuuntherapie is voor melanoom dat niet direct geopereerd kan worden of uitgezaaid kan worden, maar ook om voor de operatie te geven als het wel het stadium 3 melanoom wel operabel is.
En dat we geleerd hebben dat als melanoom snel na immuuntherapie terugkomt, dus immuuntherapie die na een operatie gegeven is, dat je moet overwegen of je een andere behandeling hebt die misschien beter zou kunnen zijn. En dat is wat ik wilde vertellen. Ik hoor heel graag of jullie vragen hebben. Ja, hartelijk dank voor het verhaal. Koen, je bent er al. Koen, ja, zijn er vragen in de chat gesteld door de deelnemers? Absoluut, ja hoor. Dank dokter Suikerbuik voor uw heldere presentatie. Er zijn een aantal interessante vragen gesteld. Ik hoop dat u er antwoord op kunt geven. Want dat is natuurlijk altijd een uitdaging bij dit soort innovaties. De eerste vraag die luidt als volgt. Iemand geeft aan dat die ipilimumab als behandeling heeft gehad. Dat is kennelijk niet geslaagd. Ben is daarna overgegaan op pembrolizumab. En de vraag is of die bijwerkingen dan minder zijn. Of daar iets over bekend is. Als je eerst ipilimumab, dus de anti-CTLA-4, en daarna op de anti-PD-1-remmers overgaat. Ja, dus als je ze in plaats van tegelijk na elkaar geeft, is misschien de vraag. Ja, dan is denk ik de kans wel iets kleiner. De kans op ernstige bijwerking van de pembrolizumab alleen is ergens tussen de 10% en 15%. En voor de ipilimumab alleen is 30%. Dus als je ze na elkaar geeft, is de kans op bijwerking wel iets kleiner. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dan heb ik hier een vraag over LAG-3. Ik ben even een beetje aan het invullen, want de vraag, de situatie die geschetst wordt, is niet helemaal duidelijk. Maar iemand vraagt, er is sprake van één gift adjuvant nivolumab. En ik vermoed dat daarop is gefaald uiteindelijk. De vraag is nu, kan er verder gegaan worden met die LAG-3 behandeling? Ja, dus, kan dat überhaupt? Ja, dus op dit moment kunnen we het nog niet geven. De behandeling wordt nog niet vergoed in Nederland. Dat moet eerst nog door de EMA goedgekeurd worden. Hè? Dus door het Europese medicijnagentschap. En dan moet het in Nederland goedgekeurd worden. En dan moet er ook nog vergoeding voor zijn door de zorgverzekeraars. Dus dat zijn meestal wel een aantal vervelende stappen waar we dan op zitten te wachten. Wat natuurlijk extreem frustrerend is als je weet dat er een behandeling is. Tot nu toe lijkt het niet, soms wordt dan zo'n medicijn beschikbaar gesteld door de fabrikant in de tussentijd, maar dat lijkt tot nu toe niet het geval te gaan zijn, helaas. Dus dat betekent dat we het praktisch gezien nog niet kunnen geven. Als je nou je afvraagt, werkt het dan als je al een PD-1-remmer gehad hebt, want dat is misschien het andere deel van de vraag. Dat weten we dus niet zo goed. Er was een heel klein onderzoek waarbij ik geloof 10 mensen waren die al nivolumab of pembrolizumab gehad hadden. Daar werkte het niet en die kregen dan de combinatie van die nivolumab of pembrolizumab met die LAG-3-remmer. En daar zag je dat de kans dat het dan werkte wel echt veel kleiner was dan in de resultaten die ik net liet zien. Dus we zullen echt grotere groepen mensen moeten zien die al die PD-1-remmer gehad hebben om te zien of daar LAG-3 daarna wel zinvol is. Ja, ja, duidelijk, dank u wel. Dan is er nog een vraag over. U had het eerder al over die bijwerking, dat het moeilijk te voorspellen is bij wie dat gaat zich manifesteren. Maar wordt daar onderzoek naar gedaan, naar de voorspelbaarheid van bijwerkingen bij verschillende patiënten? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik vind dat altijd heel frustrerend, hè? Want je wil eigenlijk als je een gesprek hebt over een behandeling, wil je eigenlijk weten, ja, hoe is dat nou voor mij? En kun je eigenlijk best weinig met een kans van 1 op 3 of een kans van 1 op 6, want je wil gewoon weten, gebeurt dat jou of niet? We hebben in de Nederlandse registratie, dus de DMTR, de Nederlandse melanoomregistratie, waar ik voorzitter van de wetenschappelijke commissie ben, hebben we daarna gekeken in een hele grote groep van een paar duizend mensen, of het nou bijvoorbeeld bij jonge mensen meer voorkwam, of bij vrouwen, of bij mannen, of daar andere dingen waren, maar die zijn er eigenlijk niet. Dus er is eigenlijk niet iets waarvan je van tevoren kan zeggen, jouw kans is groter of kleiner. De enige uitzondering is denk ik als mensen al een auto-immuunziekte hebben, zoals bijvoorbeeld reuma of ernstig astma of een ziekte van Crohn, bijvoorbeeld, dus een darmziekte, dan weten we wel dat de kans op bijwerking van immuuntherapie groter is. In Utrecht doen we wel onderzoek, ook met bloedonderzoek en ook te kijken naar wat mensen eten en hoe ze bewegen, om te kijken of je daarmee kan voorspellen wie er ernstige bijwerking krijgt en nu niet. Maar dat is een heel lang antwoord. Het antwoord is eigenlijk dat we het gewoon echt niet weten. Duidelijk. Dan nog een vraag die binnen is gekomen. Als iemand na een behandeling
Dat de ziekte terugkomt snel naar een immuuntherapie, dus een adjuvant immuuntherapie. Of zelfs een neo-adjuvant immuuntherapie. Wat er dan de overweging is of kan zijn als vervolgbehandeling daarop? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Bijvoorbeeld in de Nadina-studie, hè, dus de studie die in Nederland binnenkort open gaat, waar Christian Blank denk ik vorige week over verteld heeft, waar hij de hoofdonderzoeker van is. Daar is het zo dat als mensen niet goed reageren op de neoadjuvante immuuntherapie en ze hebben een BRAF-mutatie, dat er dan gekozen wordt voor die BRAF-MEK-remmers. Dus echt voor een ander type behandeling. Maar die keus heb je niet altijd. Het hangt denk ik heel erg af waar het terugkomt. Soms als het terugkomt onder nivolumab, kun je voor de combinatie ipilimumab-nivolumab kiezen. Maar soms kun je het misschien ook weghalen. Dus het hangt heel erg denk ik af waar het terugkomt. En of er dus een BRAF-mutatie is. Om te bepalen wat dan de beste behandeling is. Oké, duidelijk. Dan ook een vraag over de studies. Lopen er momenteel studies in Nederland waar je geïncludeerd kunt worden die de combi LAG-3 en nivolumab of misschien combi LAG-3 en pembrolizumab een optie is? Zijn die studies in Nederland momenteel gaande? Nee, die zijn op dit moment in Nederland niet gaande. Er gaat wel een neo-adjuvante studie komen, dus waarbij voor de operatie medicijnen gegeven worden. En daar wordt een soort combinatiemedicijn gegeven wat tegelijk op PD-1 en LAG-3 werkt. Dat onderzoek gaat in het LUMC, in het AVL en bij ons lopen. Maar dat is alleen neo-adjuvant. En voor de uitgezaaide ziekte, naar mijn weten, is er tot nu toe geen plannen voor onderzoek in Nederland. Oké, duidelijk. Dan nog vragen die eerder deze week zijn binnengekomen vanuit het publiek. Is er momenteel een adjuvante therapie of een adjuvante studie voor mensen die een heel dik melanoom hebben zonder uitzaaiingen in de poortwachters? Ja, die is er. Op dit moment is er de hele rit, maar CA20976K-studie. Dat is een onderzoek waarbij er gelood wordt tussen nivolumab, dus die PD-1-remmer weer, en water. Dan moet ik even uit mijn hoofd, die studie is open, dacht ik, in het Erasmus UMCG Breda en bij ons. Maar het kan zijn dat ik op de WinO-site kun je dat zien. Die gaat wel over een aantal maanden dicht, dus die loopt nog tot november. Daarna komt er een onderzoek waarbij ook voor die groep, dus dat zijn mensen die een melanoom eigenlijk hebben wat 4 mm of dikker is meestal, of 2 mm of dikker, en geen uitzaaiing in de poortwachtklier gevonden worden, komt er een onderzoek met BRAF-MEK-remmers. Die studie heet de Columbus AD en die gaat in, ik denk, 7 ziekenhuizen in Nederland open. En daarbij worden encorafenib, binimetinib, dus een BRAF en een MEK-remmer, een half jaar gegeven bij mensen met een stadium 2, dus een dik melanoom zonder uitzaaiing. Oké, duidelijk. Alleen voor de mensen met een BRAF-mutatie is dat wat anders werkt. Ja, inderdaad. Oké, een volgende vraag. Moet ik antibiotica vermijden als ik een immuuntherapie onderga? Ja, dat is een hele goede vraag. Misschien even de achtergrond van de vraag is, denk ik, dat er wat gegevens zijn gepubliceerd in Science een paar jaar geleden, dat mensen die antibiotica gebruikten, eigenlijk een soort verstoring van de bacteriën in hun darm optrad en die mensen minder goed op immuuntherapie zouden reageren. Die gegevens zijn niet keihard in de zin van dat er nooit, het is allemaal achteraf bekeken en je weet nooit precies waarom die mensen antibiotica gekregen hebben en of dat misschien ook een reden is waarom ze minder goed op immuuntherapie hebben gereageerd. Dus we weten niet zeker of dat echt de oorzaak is. We proberen wel antibiotica te mijden als het niet per se hoeft. Dus als mensen een blaasontsteking hebben en verder er niet ziek van zijn, zou je best iets langer kunnen proberen met cranberrycapsules en veel drinken om te kijken of het daarmee overgaat en niet meteen antibiotica. Maar als iemand koorts heeft of een longontsteking, dan moet je gewoon antibiotica nemen, want dat is veel te gevaarlijk om dat niet te doen. Oké, duidelijk. Dan in het licht daarvan, is het zinvol om dan probiotica te slikken als je een immuuntherapie ondergaat? Ja,
Zou je ook denken, maar de eerste onderzoeken die daarnaar zijn gedaan, hè, dus je zou dat denken omdat het lijkt dat hoe gezonder je bacteriën in je darm, hoe beter de immuuntherapie werkt. Dus ja, je moet je haast voorstellen dat de bacteriën in je darm als het ware je immuunsysteem opvoeden, zodat het beter het melanoom op kan ruimen. En dan zou je, hè, die Yakult en alles wat er op de reclame langskomt denken, nou dat helpt dan. Maar het eerste onderzoek wat daarvan gedaan is in MD Anderson in Amerika, laat zien dat probiotica eigenlijk daar juist niet goed voor is. Dus misschien juist wel die eigen bacteriën in je darm een beetje verdrinkt, omdat je te veel bacteriën via zo'n drankje binnenkrijgt. Dus we adviseren eigenlijk om dat niet te doen. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Dan een vraag over leefregels. We zien nog regelmatig die discussies voorbij komen in allerlei forums. Maar zijn er nu leefregels te bedenken om uitzaaiingen te voorkomen? Denk aan vegetarisch dieet of koolhydraatarm dieet of veganistisch. Is daar iets zinnigs over te zeggen? Nee, eigenlijk niet. Dus dat is wel de reden dat we daar onderzoek naar doen. Dat we vragen aan mensen wat ze eten, omdat je je voor zou kunnen stellen dat bepaalde dingen die je eet beter zijn voor de bacteriën in je darm dan andere dingen. Maar tot nu toe weten we dat niet goed. Dus we zeggen gevarieerd gezond eten en bewegen als dat lukt, is belangrijker dan van bepaalde dingen heel veel eten of bepaalde dingen helemaal niet eten. Maar het eerlijke antwoord is dat niemand, denk ik, precies weet hoe dat zit tot nu toe. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Dan een vraag over de TIL-studie, of de TIL-therapie, voor zover die in de toekomst als therapie kan worden aangemerkt. Momenteel is Amsterdam het enige centrum waar je naartoe kunt gaan. Is er een optie of is er een situatie te bedenken waarbij die optie ook in Utrecht zou kunnen worden aangeboden? Ja, op dit moment is dat niet zo. De reden dat dat toch beperkt gedaan wordt, is dat het best wel een ingewikkelde procedure is om dat te maken. Hè. Dus in de TIL, voor mensen die dat niet weten, worden er eigenlijk uit een uitzaaiing afweercellen gehaald. Die worden opgegroeid in het laboratorium en actiever gemaakt en dan teruggegeven aan mensen. Er was op de ESCO was er ook een onderzoek naar TIL vanuit de Royal Marsden, dus vanuit Engeland, waarin ze die TIL-behandeling lieten zien bij mensen die eigenlijk de gewone immuuntherapie allemaal niet gewerkt hadden. Waarbij je zag dat toch voor een deel van de mensen waarbij de andere immuuntherapieën niet werkten, de TIL wel werkte. En toen kwam ook heel erg die discussie van iedereen was daar echt wel enthousiast over. Maar hoe gaan we nou zorgen dat we dat dan ook voor iedereen beschikbaar kunnen stellen? En hoe gaat dat vergoed worden? Daar is op dit moment nog geen antwoord op. Dus voor nu is het in het AVL en het LUMC heeft een experimentele studie waar TIL behandeld wordt met gecombineerd wordt met immuuntherapie. Maar dat zijn hele kleine groepen mensen. Dat gaat steeds open en dan weer dicht. En verder is daar nog geen mogelijkheid helaas voor in Nederland. Oké, okay, duidelijk, dank u wel. Ik heb nog één laatste vraag over bijwerkingen. Dat heeft te maken met vertiligo. Iemand vraagt zich af of het zinvol is om de zon te vermijden tijdens behandeling met PD-1. Ik denk niet dat dat vitiligo voorkomt. Dus als je eenmaal vitiligo hebt gekregen, dan is het wel heel belangrijk om de huid goed te beschermen. Hè? Want dat deel van de huid maakt eigenlijk geen pigment meer. Dus is nog extra kwetsbaar voor de zon. Maar het is niet zo dat het door de zon ontstaat. Dus het is ook niet zo dat als je niet in de zon zit, dat je geen vitiligo. Dat is echt iets wat van binnenuit komt, doordat je afweercellen, je immuuncellen die we zo aangezwengeld hebben met de immuuntherapie, eigenlijk je pigmentcellen aanvallen. En of je wel of niet in de zon zit, helpt daar eigenlijk helaas niet mee. Dat is echt iets wat van binnenuit komt. Oké, dank u wel, duidelijk. Nog één allerlaatste vraag die juist binnen is gekomen is. Is de TIL-behandeling een optie als er sprake is van een tweede uitzaaiing, stadium 4? Ja, dus het onderzoek wat nu op dit moment in het AVL nog loopt. Daar wordt gelood tussen TIL en ipilimumab. En dat is voor mensen die dus alleen anti-PD-1 gehad hebben. Dus als er een uitzaaiing is die ontstaat tijdens anti-PD-1, dus pembrolizumab of nivolumab, en iemand heeft nog geen ipilimumab gehad, dan zou die in die studie kunnen als er een uitzaaiing is die weggehaald kan worden om die TILs uit te halen. Want dat is ook nog wel belangrijk. Ja, duidelijk. Oké, okay, dank u wel. Dat zijn wat ons betreft de vragen van u. Nou, dank u wel voor uw voordracht. Ja, graag gedaan.